Harderwijkers en Hiedenaren, de verlenging van de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen is voor jullie denk ik niet als een verrassing gekomen. Het is een moeilijke tijd en we voelen het allemaal, zeker nu de maatregelen tot eind april zullen gaan duren. Van de juffen op school tot de grootouders in de verzorgingstehuizen, van de ouders die thuis werken tot de kinderen die online of van hun ouders les krijgen. Ook in de winkels en buiten op straat zien we de gevolgen van alle maatregelen. En ik ben er trots op dat de Harderwijkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Veel binnenblijven en 1,5 meter afstand houden. Ook heel veel jongeren hebben gehoor gegeven aan mijn oproep. Dank daarvoor. Na 3 weken voelt ons dagelijks leven als regelmaat best een beetje dubbel. Aan de ene kant is het leven in Harderwijk vertraagd. Op andere plekken gaat juist alles veel sneller. De vertraging zien we vooral buiten. Het verenigingsleven is tijdelijk gepauzeerd. De straten en de winkels zijn veelal leeg. En we zijn niet meer met z'n allen onderweg naar huis, werk, theater, sport, vrienden of waar dan ook. Opa's en oma's krijgen geen kleinkinderen meer op bezoek. En aan de andere kant was het in Harderwijk en Hiede juist heel erg druk. Achter de voordeur van veel gezinnen zijn kleine wereldjes ontstaan. Daar wordt gewerkt, gesport, geleerd, gehuild, geruzied en gelachen. Dit verdient respect, maar vraagt ook onze aandacht. In de Harderwijkse zorg staat de tijd niet stil. De mensen in het Sint-Jansdal, zo heb ik deze week mogen zien, maar ook in de verzorgingstehuizen, gezinsvervangingstehuizen, GGZ-instellingen, thuishulporganisaties. Onze huisartsen en pastorale verzorgers werken ontzettend hard om voor de patiënten te zorgen. En waar de zorg is weggevallen, bijvoorbeeld in de dagbesteding, zien we mooie initiatieven ontstaan. Ook daar is iedereen druk aan de slag met flexibele oplossingen. Voor ondernemers in alle sectoren en voor sportverenigingen, culturele instellingen en evenementenorganisaties is dit een hele onzekere tijd. De leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente zijn onmisbaar in onze samenleving, ook voor de toekomst. De klappen die zij krijgen moeten we zoveel als mogelijk samen opvangen. Wij doen er als gemeente alles aan om de informatie bij ondernemers en organisaties zo pasklaar mogelijk aan te bieden, zodat ze optimaal kunnen profiteren van alle regelingen die er zijn. Belastingaanslagen worden uitgesteld tot 31 augustus. Veel betalingen aan inwoners en organisaties voert de gemeente versneld uit. Ook de huur van sportaccommodaties en gemeentelijke panden worden uitgesteld. En de gemeente levert organisaties maatwerk bij subsidieafspraken. We zullen het met elkaar nog langer moeten volhouden. Dus laten we doen wat we al die tijd goed hebben gedaan. Houd je aan de regels en ga niet naar buiten als het niet nodig is en neem 1,5 meter afstand. Laten we met elkaar de schouders eronder blijven zetten om ook de komende weken vol te blijven houden. Want Harderwijk, dit kunnen wij. Met elkaar. Houd moed en heb elkaar lief.